Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over Cardiovasculair Risicomanagement, vaak afgekort tot CVRM. De richtlijn CVRM is een gigantisch bestand van meer dan 350 pagina's. In deze video bespreek ik dus alleen de highlights. Pak de richtlijn erbij als je de exacte afkapwaarde wil weten of als je precies de verschillende afwegingen wil weten. Het inschatten van iemands kans op hart- en vaatziekten voordat ze daadwerkelijk ziek worden is heel belangrijk. Preventie is de beste behandeling als het gaat om hart- en vaatziekten zoals hartinfarct en beroerte. CVRM houdt in het opsporen van deze mensen die boven de 40 jaar zijn. Uh, incidenteel, doordat dus ze bijvoorbeeld voor een andere reden bij de huisarts komen en zo opgemerkt worden, of meer systematisch, waar bijvoorbeeld elke patiënt met een bepaalde risicofactor wordt opgeroepen om het risico in te komen schatten. Vervolgens zullen de risicofactoren in kaart gebracht worden met een anamnese, leeftijd, geslacht, roken, alcoholgebruik, lichaamsbeweging, voeding, psychosociale risicofactoren en de familieanamnese voor hart- en vaatziekten. Er Wordt lichamelijk onderzoek gedaan: een pols, bloeddrukmeting, de BMI wordt uitgerekend, aangevuld met een middelomtrek. En er kan labonderzoek gedaan worden met name een lipidespectrum, oftewel de vetten zoals cholesterol meten. Het glucosegehalte en de nierfunctie. Dit geeft ons samen een inschatting van het risico op hart- en vaatziekten. Het inschatten van het risico kan op twee manieren. Een inschattingstabel gebruiken, die de score-tabel genoemd wordt, of soms is het zo duidelijk dat je die niet nodig hebt om de risico-inschatting te doen. Dat zal gelden voor mensen met eerder vastgestelde hart- en vaatziekten, uh, de meeste mensen met diabetes mellitus. Ernstige chronische nierschade of een sterk aanwezige risicofactor zoals een hoog cholesterol of een hoge bloeddruk en iedereen boven de 70 jaar. Bij de meeste andere casussen gebruik je de scoretabel. Dat is een hele grote tabel en die lees je dan af op basis van iemands geslacht en van iemands leeftijd of diegene rookt, de systolische bloeddruk van iemand en de cholesterolwaarde. Als iemand specifieke aandoeningen heeft, kan het nodig zijn om een aangepaste tabel of een verrekening te gebruiken om het risico goed in te schatten. Denk bijvoorbeeld aan de 40-minners en de 70-plussers en mensen met reumatoïde artritis, oftewel reuma, en milde chronische nierschade, een positieve familiealamnese en psychosociale risicofactoren. Zoals je ziet worden er drie categorieën aangehouden in de scoretabel. Groen betekent een laag tot matig verhoogd risico. Hierbij worden leefstijladviezen aanbevolen, maar medicatie is meestal niet nodig. Oranje is een hoog risico, waarbij weer leefstijladviezen zijn aangewezen, maar ook medicatie nodig zou kunnen zijn. Rood betekent een zeer hoog risico, waarbij zowel leefstijladviezen aangewezen zijn, maar medicatie meestal ook. Wat opvalt in de tabel is dat vrouwen pas op latere leeftijd een hoge kans gaan krijgen op hart- en vaatziekte. Dat kantelpunt is de menopauze. Voor die tijd zorgen de oestrogenen voor een beschermend effect wat na de menopauze wegvalt. De behandeling is ervoor bedoeld om de risicofactoren te verminderen, zodat ook het risico op hart- en vaatziekte wordt verminderd, uiteraard in overleg met de patiënt. Wat zijn de mogelijkheden, hoe is de motivatie? En zijn er belemmerende factoren aanwezig, zoals andere aandoeningen of kwetsbaarheden, die in de weg staan? Gedragsveranderingen zijn namelijk echt heel lastig, maar essentieel voor verandering op lange termijn. En daarmee is het eigenlijk het fundament onder het verminderen van heel wat risicofactoren. Denk bijvoorbeeld aan stoppen met roken. Motiverende gespreksvoering kan hierbij helpen en het inschakelen van experts zoals een diëtist of een leefstijlcoach. Etc. Kan hier ook heel erg in helpen. Stoppen met roken is zo'n voorbeeld waar een gedragsverandering een hele grote rol kan spelen. Het is de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten, dus voor rokers is het een van de grootste winsten die te behalen valt. Het belang om te stoppen met roken kan ongeacht de leeftijd niet vaak genoeg herhaald worden. Stoppen met roken geeft een zeer effectieve verlaging van het risico op hart- en vaatziekten. Er zijn meerdere effectieve behandelingen voor het stoppen met roken. Zie daarvoor de NAG-richtlijn stoppen met roken. Ook lichaamsbeweging is heel belangrijk. Elke beweging is goed, maar hoe meer, hoe beter. De adviezen van de gezondheidsraad zijn om minimaal 150 minuten per week matig of zwaar intensieve inspanning te doen. Dat houdt in wandelen, fietsen, hardlopen, voetballen, etc. Waarvan minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten. Het voedingspatroon beïnvloedt allerlei risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De belangrijkste voedingsstoffen met effect op dit risico zijn verzadigde vetzuren, zout en vezels. Andere voedingsmiddelengroepen die het risico op hart- en vaatziekten verlagen zijn groenten, fruit, vis en ongezouten noten. Adviezen over goede voeding zijn een standaard onderdeel van de maatregelen om risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Bekijk daarvoor de cursus over voeding hier op de academie en in het bijzonder de les voeding de basis, waar de richtlijnen goede voeding en schijf van 5 worden besproken. Het hebben van overgewicht kan leiden tot verhoging van de bloeddruk, dyslipidemie, insulineresistentie, albuminurie en het ontwikkelen van diabetes mellitus. Het heeft dus allerlei gevolgen voor hart- en vaatziekten. Voor alle personen met overgewicht is het qua gezondheid zinvol om af te vallen. Dat verlaagt onder andere het risico op hart- en vaatziekte. Hierbij is fitheid belangrijker dan het exacte gewicht. Verlaging van het gewicht kan het beste worden bereikt door voldoende te bewegen en te eten volgens de richtlijnen goede voeding. Zie ook de NAG-standaard obesitas. Psychosociale risicofactoren zoals stress, sociale isolatie, depressie en angst kunnen direct en indirect het risico op hart- en vaatziekte verhogen. En tegelijkertijd verkleint het de mogelijkheden van de patiënt om gedragsveranderingen door te voeren. Het verminderen en of het behandelen van deze aandoeningen is dus heel belangrijk om het risico te verminderen op hart- en vaatziekten. Met medicijnen kan er ook worden ingegrepen. Bekendste voorbeelden hiervan zijn de lipiden verlagen met bijvoorbeeld statines en de bloeddruk verlagen met bloeddrukverlagende medicijnen zoals ACE-remmers en diuretica. Ook worden natuurlijk andere aandoeningen zo goed mogelijk behandeld die hier invloed op hebben. Denk bijvoorbeeld aan diabetes. Verder wordt de patiënt ook goed vervolgd en goed ondersteund. Het is goed om het regelmatig te hebben over de leefstijlveranderingen en hoe het gaat qua motivatie. Ook kan het nodig zijn om controles zoals de bloeddruk en lab uh, regelmatig te herhalen. Ook is het belangrijk om uh, therapie trouw te bespreken als er medicatie gestart is. Van deze medicijnen merk je namelijk niks als je ze inneemt, en dat komt de therapietrouw vaak niet ten goede. Medicatie voor cholesterol en bloeddruk behoren tot de medicijnen met de slechtste therapietrouw. Bekijk ook de andere video's over hart- en vaatziekten, zoals atherosclerose, of verdiep je in de bloeddrukverlagende medicatie. Bedankt voor het kijken.